En als ik zeg dat beide ziekenhuizen elkaar hebben gevonden, dan bedoel ik duidelijk dat de bestuur hier volmondig achter staat. Maar ook, en ik wil daar absoluut de nadruk op leggen vandaag, dat ook onze medische raden, onze beide medische raden, dit project met alle kracht ondersteunen en meer zelfs eigenlijk ook wel mee hebben gestimuleerd. En ik ben ze daarvoor ook zeer dankbaar en erkentelijk. Eigenlijk hebben onze artsen een ongelooflijk belangrijke rol gespeeld. Zij hebben eigenlijk dit traject gestart door een heel duidelijke brief te richten, zowel naar het bestuur van ons ziekenhuizen, naar de directies van de ziekenhuizen om te vragen, laat ons dat traject van fusie opstarten. Dus ja, en wij zijn ook onze artsen ongelooflijk dankbaar dat ze die stap gezet hebben, want dat is natuurlijk geen evidente stap. Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt, maar toch heeft men ingezien van, door het bundelen van die krachten gaan we verder kunnen. Dat heeft vooral een meerwaarde voor onze patiënten. Onze patiënten zullen daardoor gegarandeerd hoogkwalitatieve zorg kunnen blijven ontvangen. We gaan dat ook samen makkelijker kunnen organiseren. En dat is werkelijk de reden voor ons om die samenwerking aan te gaan met het AZ Jan Palfijn. Onze patiënten op de eerste plaats en die kwalitatieve zorg die we hen willen bieden. Vandaag wordt dat moeilijker voor afzonderlijke ziekenhuizen en door de krachten van de beide organisaties te bundelen, gaan we dat kunnen doen. En dat is de fundamentele reden waarom we die samenwerking aangaan. Een samenwerking, jullie hebben beiden eigen ideeën. Is het nog waarschijnlijk niet zo gemakkelijk om daar overeen in te komen? Wel, Sint-Lucas is een fusieziekenhuis, ook een ziekenhuis dus dat samengekomen is met de Volkskliniek in 2004, waar uiteraard ook verschillende ideeën, waar dat er ook pluralisme is. Dat is wat wij toepassen in ons ziekenhuis, dus ook op dat vlak is er wat ons betreft, gaat er een grote harmonie zijn. Daar hebben we toch wel goede afspraken over gemaakt. We zijn 2024, veel is gewijzigd in de wereld, maar wij hebben ook echt afspraken gemaakt dat het pluralisme kan gewaarborgd worden en dat ook wat men noemt de autonomie van artsen en patiënten kan gewaarborgd worden binnen de wet, maar dat bijvoorbeeld zaken zoals euthanasie moeten mogelijk zijn. Vanuit de dokters is er daar ook mee in overleg geweest. Hoe bekijken zij dat dan? Ja, de dokters bekijken het eigenlijk positief. De medische raden van de twee ziekenhuizen hebben samengezeten. Op 6 december hebben zij samen een gemeenschappelijk advies gemaakt, waarin dat zij ons eigenlijk stimuleerden om die gesprekken verder te zetten. En daar is de bedoeling dat het in 2026 moet dat een feit zijn. En dan willen we het nieuwe ziekenhuis eigenlijk ook al qua naam in de markt zetten. En dan, als alles vlot verloopt, en we gaan daarvan uit, het zal waarschijnlijk nog heel wat vergaderwerk en zaken met elkaar afstemmen zijn, maar als alles vlot verloopt, en ik ben ervan overtuigd, start het nieuwe ziekenhuis, een nieuwe ziekenhuisvereniging, vanaf januari 2027. Ja. En dan kunnen we zeggen dat we getrouwd zijn. Ja, zeer enthousiast. Wij denken echt wel dat wij hiermee de toekomst voorbereiden. Het is niet van moeten, maar van willen. En we denken dat we hiermee ons echt klaarmaken om aan kwaliteitsvolle gezondheidszorg te doen. En de twee ziekenhuizen die samen één groot ziekenhuis zullen worden. En goede samenwerking met het UZ. Nu, ik moet zeggen, we zaten in een zorgnet met Jan Palfijn, UZ Gent, Oudenaar, die weg is ondertussen. En wij zaten daarbij, Sint-Lucas. Dus wij waren toch een stukje voorbereid, wat er dikwijls werd gezegd van, we gaan naar de fusie, met een opmerking van, nee, we gaan geen fusie doen, we gaan gewoon naar een zorgnet, een samenwerking. Maar dinsdag nog een overleg gehad. Dat zijn natuurlijk vragen en bezorgdheden en dat is volstrekt normaal. Een paar zaken hebben wij echt wel gewaarborgd. Iedereen zal zijn loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen behouden. Er zullen hierdoor geen gedwongen ontslagen komen. En voor de rest zullen we nog veel overleg moeten plegen, uiteraard. Het is ook belangrijk, er blijven twee campussen. We hebben twee
mooi gerenoveerde ziekenhuizen, we gaan die blijven gebruiken. En voor het overige zullen we tijdens de komende jaren veel overleg plegen met personeel. Ik ga bijvoorbeeld vanaf volgende week 8 verschillende sessies doen met personeel op verschillende uren van de dag. Zodanig dat de mensen van de vroege en de late daar kunnen naartoe komen om de kans te geven van vragen te stellen en uitleg te krijgen. We hebben vandaag een mail gekregen van de directie dat zij infosessies gaan geven volgende week. We hebben dat al meegedeeld aan de collega's. Hè? En die zijn wel tevreden, ja. Het is toch altijd een spanning, hè. Het is iets nieuws, hè. Allee, like dat er gezegd geweest is, een huwelijk aangaan is niet vandaag op morgen, hè. Die huwelijken lopen een beetje door elkaar. Wat dat Jan-Paul Fijn betreft, is er eigenlijk een bijkomend speciaal huwelijk. Dat is dat het de bedoeling is dat UZ Gent eigenlijk deelgenoot, een soort aandeelhouder zal worden, wel met de minderheidspositie in Jan-Paul Fijn, waardoor dat wij eigenlijk ook die publieke gezondheidszorg wel gaan versterken. Ja.